Hallo YouTubers, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het restaurant afmaken. Deel 2 is dit dus. We waren vorige keer gebleven bij het dak. En daar gaan we nu niet meer aan verder, want die is klaar. Wat we wel gaan doen is, we gaan hier allemaal lampen plaatsen. En ja, jullie zien het wel. Eerst gaan we over de hele grond lampen leggen. Dus gewoon heel de grond. Kijk hier. Oh. Behalve niet aan deze zijkant, want hier komt de keuken. Dus dan mag je tot zover wel de lampen plaatsen bij de keuken. Nou, de rest gaan we gewoon ook weer lekker opvullen. Hierop. Tot nu toe doen we even alleen de zijkanten. Dus alleen maar deze zijkant. Kijk, alleen maar de zijkant. Zo, zoals jullie zien hebben we hier allemaal lampen geplaatst. En uiteindelijk worden het er wel meer, maar we gaan eerst gekleurd tapijt erover leggen. En dan zien we wel waar we nog lampen plaatsen. De kleur mag je zelf kiezen. Goed, ik heb bijvoorbeeld nou gekozen voor rood en groen. Dat vond ik wel een leuke en mooie en frisse kleur. Goed, wat je dan doet is gewoon je plaatst het over de hele grond en je legt het in strepen neer. Zo, en dan hiernaast bijvoorbeeld deze. Hoppatee. En zo ga je het hele restaurant door. Zoals je ziet heb ik nu alles een mooie kleur gegeven, behalve hieronder, want hier is de balie. Dus de afhaal waar je je eten kan ophalen. Goed, dan gaan we nu naar de volgende stap. De volgende stap is, je maakt hier ook wat ruimte. En dan gaan we daar hekjes plaatsen, zoals dat je naar binnen kan. Als je er werkt namelijk. Zo. Dan zetten we hier zo. Hoppatee. Die plaatsen we hier gewoon zo. En deze ook. Zo. Dan doe je gewoon zo. Hoppatee. Zo, als het goed is heb je nu dit. Dan zet je hier nog een blokje neer. Zo. Als het goed is heb je nu dit. En als het goed is heb je hier nog plaats overgelaten. Want hier gaan we namelijk de ovens plaatsen en zo. Goed, hier plaats je een oven en hier plaats je een oven.
Hier plaats je in 2 ketels. Doe je water in. Hoppatee. Doe je zo en doe je zo. En dan heb je 2 ovens en 1 kraan. Dan hebben we hier nog ruimte over om bijvoorbeeld een kist neer te zetten of iets. Kijk, dan hakken we hier het weg. En hier, dan zetten we hier een kist neer. En hier een crafting table. En dan zetten we hier nog een kist neer. Kijk, dan heb je je keuken ook weer netjes ingericht. En dat vullen we natuurlijk je kist met eten. Kijk, dan kan je bijvoorbeeld dit in je kistje doen of zoiets. Of wat je zelf maar wil. Zo, en hier heb ik alleen maar vlees in zitten. Nu gaan we het stuk halen waar je het eten kan pakken. Nou, wat je daarvoor nodig hebt is een kampvuur en wat water om het vuur te doven. Want dan kan je uiteindelijk daar eten op leggen. Zo, kijk. Dan heb je dit zo liggen. Hoppatee. Goed, dit was de video. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe zeker een blauw duimpje omhoog en abonneer mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zeg ik bij deze... Tjalla! Tjallaars!